Hallo mensen van Kidan Deflems Gaming. Ik weet dat jullie vandaag een video verwachten. Die zal er vandaag niet komen. En nogmaals, ik bied echt mijn excuses aan voor mijn uploadschema dat de laatste weken een beetje niet vloeiend verloopt. En opnieuw dat ik dat deze week weer moet herhalen. Ja, school is net begonnen. Het is voor mij ook wennen. Om daaraan te wennen dat ik nu geen zee van tijd meer heb zoals ik in juli en augustus min of meer had. Toen had ik een hele week om mijn video's voor te bereiden en te doen. En nu moet ik dat op een weekend moet ik snel nog mijn video voor zondag in elkaar flansen. Dus ik moet er echt nog aan wennen. En wel, mijn excuus deze keer waarom er geen video is. Ik ging vandaag normaal gezien de special geüpload hebben en ben daar nu al 4-5 uur aan het werken. Maar echt alles opzoeken, al die verschillende intro's van al die verschillende kanalen en de datums en zo erbij halen, kost echt veel tijd. Dat bovenop het feit dat ik, om eerlijk te zijn, echt geen goesting heb momenteel om aan de intro te werken. We zijn zondagavond. Ik denk dat dat begrijpelijk is dat ik voor mijn zondagavond wel geniet en niet zit te editen. Ik ben nu al 4-5 uur bezig aan die special. En hij komt er wel. Maar ik zal proberen voor hem tegen volgende week af te krijgen. Want vandaag gaat echt niet meer lukken. Ik ga hier niet zitten editen tot 2 uur 's nachts op zondagavond. Het is niet meer menselijk. Maar ik beloof jullie, het gaat de moeite waard zijn. Ik ben er echt mijn best voor aan het doen. Maar ik heb meer tijd nodig. Ik hoop dat jullie dat kunnen begrijpen. Ik hoop dat ik dinsdag wel iets kan uploaden, maar zoals ik al zei, ik zit momenteel een beetje in de knoop met dat die video veel meer moeite kost dan dat ik dacht dat het ging kosten. En ook omdat ik, wel, ik ben gisteren met wat vrienden naar Gent geweest, ben uit geweest. En dat heeft langer geduurd dan dat ik dacht, dus ik heb daar gisteren niet aan kunnen werken aan die video. Ja, alles is een beetje in de war momenteel, sorry, ik hoop dat jullie dat kunnen begrijpen. En ik hoop jullie dinsdag te zien en ik beloof jullie, de video wordt goed. En sorry voor al de vertraging de laatste weken, het spijt mij zeer.